Hier wordt vandaag cacao behandeld met een gas. Nee, dit noemen we opgezakte cacao. Nou, deze cacao is besmet door insecten, dus de larfjes, eitjes en volwassen exemplaren van insecten die tasten de cacao aan en daardoor wordt die behandeld met een gas. Door de gassing betekent het dus dat eigenlijk de cacao goed blijft. Want wij gebruiken inderdaad een loopwiel en de loopwiel geeft precies aan hoeveel meter, wat de lengte is en wat de breedte is. Inhoud is cruciaal, want dat hangt er vanaf hoeveel gas we erin moeten stoppen. Nou, de veiligheidsmaatregelen zijn echt heel groot. Dus dat betekent dat iedereen zijn persoonlijke bescherming moet dragen. En iedereen is buitengewoon goed getraind. Want uiteindelijk is het toch ook een risico als je daar hier niet goed mee omgaat. Dus het is eigenlijk een overheidscertificering en een leverancierscertificering. En daar voldoen wij aan. Vanuit de gascilinder loopt er een gasslang. We noemen dat een inschietslang. Vervolgens eindigt de gasslang op een statief waar een ventilator achter staat. Die ventilator zorgt ervoor dat het gas direct breed verspreid wordt in het object. In dit geval is dat dan de klamp waar de cacao in zit. Na het ingassen zullen wij steeds blijven monitoren. Dat gaat tegenwoordig via een chip en mobiele telefonie naar internet. En mocht er iets aan de hand zijn, kunnen we dus direct ingrijpen. Ja, het ontgassen gaat geleidelijk aan. Dus we brengen een schoorsteentje aan in de klamp. En dan gaan we voorzichtig het eerste gas eruit halen. Zodat we daarna heel geleidelijk aan de rest van het gas laten ontsnappen. Met wat voorafwerk en wat nawerk ben je met zo'n 48 tot 50 uur... heb je eigenlijk de complete behandeling gedaan. Ingepakt, uitgepakt, opgeruimd en alles is weer piekfijn voor elkaar.